Hoi, welkom allemaal bij de Vrijheid van de Beperking. Vandaag hebben we niemand minder, en ik bedoel echt niemand minder, dan de grote kampioen Marloes Koenen. Zij is een vrouwelijke vechter en zij is presentatrice bij Spike TV Vechtersbazen. En ja, we gaan er natuurlijk vragen stellen over wat ze doet, over hoe ze eerst was. En we gaan natuurlijk vragen stellen over Vechtersbazen. Marloes, stel jezelf eens voor. Hallo, leuk dat ik er mag zijn, jongen. Graag gedaan. Voorstellen, oud-vechter, turnt presentator, maar doet veel meer dingen. En heel erg leuk dat ik hier mag zijn. Mooi. Vertel eens iets. Hoe ben jij in aanraking gekomen met de vechtsport? Ik wilde mezelf leren verdedigen. Ik was een meisje van... ik moest van Olsen naar Deventer fietsen. Ik ben een boerinnetje uit Oosten. Mm-hmm. En dat was van mijn dorp naar mijn middelbare school. En dan moest ik vaak in mijn eentje over een donkere weg fietsen. Dan werden verhalen verteld over potloodventers. Dan dacht ik, nou, hoe mezelf leren verdedigen. En van het een kwam het ander. Daarvoor deed ik tennis en volleybal. Ik was helemaal niet bezig met vechtsport. Ik had wel een broer die vanuit het karate ging kickboksen toen hij ging studeren in Groningen. Mm-hmm. En toen ben ik begonnen, ik wilde gaan kickboksen, maar dat mocht van mijn moeder niet. Dus toen ben ik begonnen met Braziliaans Jiu-Jitsu. Ik dacht, als ze me van die fiets aftrekken, dan kan ik in ieder geval op de grond vechten. Ja. En toen ben ik wedstrijden gaan doen. En daarna ben ik grappling gaan doen, ging de gi uit. En toen ben ik, volgens mij in 1998 of 1999, heb ik mijn eerste amateurpartij gedaan. En... toen had ik twee amateurpartijen en toen werd ik Jan Loomhulde. Ik was toen net gaan studeren en dus ik kwam thuis en stond mijn moeder in alle staten in de tuin mij op te wachten. Dat was het tijdperk voor de mobiele telefoon. Dus toen ben ik hals over kop naar Japan gevlogen en daar heb ik gewonnen. En toen moest ik binnen twee weken weer hals over kop naar Japan weer als invallen. En dat was voor het eerst voor de eerste wereldtitel in de MAPO vrouwen. En dan moest je drie keer op de avond vechten om dat te winnen. Open weight, vanuit Amerika, Rusland, Nederland, Japan deden de vrouwen mee. En ja, wonder boven wonder won ik dat. En toen veranderde mijn hele leven. Toen ben ik gestopt met studeren. Mm-hmm. En later wel weer opgepakt, maar dat mag geen naam hebben. En ben ik vooral eigenlijk een leven in de kooi gegaan. Oké, en hoe was dat? Hoe was die ervaring? Want in die tijd werd het nog heel erg gedomineerd door mannen. Hoe was dat als vrouw om daar binnen te komen? Nou, het mooie van de Japanners is wel... dat is natuurlijk een land waar karate en judo komen er vandaan, jiu-jitsu. Zij gaan heel anders om met de sport. Dat hoor je natuurlijk Peter Aerts en Sim Schild. En net zoals al die mannen hoor je dat wel vertellen. Maar je moet daar echt geweest zijn om te snappen met wat voor respect ze je behandelen. Dus als je in Nederland gewoon een vrouw bent die vecht, dan kijk ze een beetje in die tijd dan een beetje meebarig aan. Of ze namen niet serieus. En dan dacht ik, ja, bla bla bla. Mm-hmm. Maar in Japan was het heel anders. Dus zagen ze je echt als een sporter. En je werd bijna vereerd, zeg maar. Het niveau van respect wat je kreeg. Yeah. Ineens moest je handtekeningen uitdelen, mensen op de foto, interviews doen, je kwam in magazines, et cetera. Dus dat maakte ook een beetje schizofreen. In Japan was het helemaal fantastisch en in Nederland moest je weer vechten voor wie je was eigenlijk. Ja, maar is dat ook niet fijn? Ja, ik vond het wel lekker. En het grote verschil met Nederland was altijd dat MMA, omdat kickboksen was zo groot. Dus als MMA keek, zie je altijd een beetje aan van, oh, what the fuck is dat? Dus dat was ook nog eens een keer dubbelvechten eigenlijk. Mm-hmm. Want wat is eigenlijk MMA? Wat zeg je? Wat is eigenlijk MMA? Mixed martial arts. Dus je hebt eigenlijk alle sporten zijn in de blender gegooid. En daar is een nieuwe vorm uit ontstaan. Maar het is eigenlijk de oudste Olympische sport die er is, hè? Het is begonnen met MMA. Mm-hmm. Wat tennis en whatever uitgekomen. Dus het dédain wat mensen hebben voor onze sport, het is gewoon, dat stoelt op niks. Want ja, ik bedoel, wat is sporten komt voort uit oorlogvoering. Ja. Ja, dat tegen een balletje aantrappen is niet echt oorlogvoering. Dus in die zin is het altijd wel grappig. En dus je hebt drie fases, het staan, het werpen, het grond. En die kan je onder combineren. Je kan de kooi ook nog gebruiken. En dat is afhankelijk of je amateur bent of professioneel, welke regel, hè, de rondes, welke technieken wel en niet mogen. Mm-hmm. Je bent wereldkampioen geworden bij Strikeforce. En het lijkt mij dan dat alles, maar dan ook alles verandert voor je. Zoals ja, wat? Toen ik 19 was, werd ik in Japan wereldkampioen. Mm-hmm. Dus toen is eigenlijk alles voor mij veranderd. Bij Strikeforce was het meer een...
In Amerika was het meer, ja, oh, eindelijk in Amerika vechten en ik heb hier een titel te pakken. Dat was niet zo levensveranderend. Het is echt, in Japan, ik moest ook tegen een vrouw van 105 kilo vechten. Dat is geen lichtgewicht. Nee, weet ik. Ja, ik was ook een volwassen vrouw, weet je. En ik was 19. Ik was na feitelijk nog een puber. Dus het was huge. Het was echt zo'n mentale overgang. En dat was ook de katalysator, dat winnen van het toernooi, dat ik de stap durfde te zetten. Want ik dacht altijd, nou, ik doe mijn VWO, dan ga ik universiteit doen, dan krijg ik een baan en dan ga ik op een kantoor zitten. En dan krijg ik dan en dan kinderen en een man en dan twee auto's voor de deur en dan ga ik 3 keer per jaar op vakantie. Het leek me heel saai, maar dat was in mijn hoofd het enige wat ik kon doen, want ik zag geen andere wegen. En dus het is eigenlijk in Japan dat ik op zo'n jonge leeftijd zo succesvol was. Dat gaf mij heel veel zelfvertrouwen om voor die vrijheid te gaan die ik dus ook vond in die kooi. Want als vrouw, kijk, als meisje krijg je allemaal cues. Hè? Je moet make-up opdoen, je moet je been creëren, je moet lief zijn, je mag niet agressief zijn, het conflict opzoeken. En ineens ga je dan op een podium staan en ben je fucking agressief en iedereen zit dit te doen. Dus dat is heel bevrijdend. En als ik dan terugkijk, toen wist ik niet, toen ik 19 was, dat ik die vrijheid zocht. Toen dacht ik, oh, gaat beta, het zag erna, en is stoos, en scheelt. En later in mijn Beyoncé natuurlijk. Mm-hmm. En, maar als ik er nu op terugkijk, denk ik, nee, ik was gewoon een jong meisje dat vrijheid zocht. Oké. En je hebt een boek geschreven. Je hebt daarmee het zicht van de vrouwen heb je verbreid, zeg maar. Want er zijn nou meer vrouwen die doen vechtsport door jou. Heb jij nog plannen of weet ik veel wat, zeg maar, waardoor je de mensheid en vooral de vrouwen, zeg maar, nog meer kunt helpen? Ja, ik denk niet dat ik de katalysator ben geweest dat heel veel vrouwen zijn gevecht. Ik denk gewoon dat de wereld er klaar voor was en dat vrouwen wat meer wakker zijn geworden. En ik heb het natuurlijk vaak over vrouwen, maar eigenlijk zie ik, we zijn allemaal mensen. En de meeste mensen hebben 2 armen, 2 benen, een paar longen en een kloppend hart. Mm-hmm. En daar hebben we dan mijn identiteiten gelegd. En ook als je in zo'n gym binnenkomt, het maakt mij niet uit welke gender, religie, politieke voorkeur je hebt. En op de mat zijn we allemaal gelijk. Ja. Dat heb ik echt geleerd van de vechtsport. Ook als je tegen iemand moet vechten, die kun je in je hoofd heel groot maken. Maar aan het einde van de dag, dan zeg je trainer tegen, ja, hey, ze hebben ook 2 armen, 2 benen, hè? Wat is er nu aan de hand? Ja. En dat is eigenlijk de grootste les die ik heb meegekregen. Dus ik hoop dat de martial arts zich veel meer gaan verspreiden over Nederland. Dat veel meer mensen echt contact gaan maken met wie ze van binnen zijn. Dat heel veel mensen dat wegdrukken. Mm-hmm. Dat martial arts, vooral MMA, dat je en het kickboksen hebt, dus echt gestoten en trappen, dat je die energie omhoog gaat. Maar ook het contact maken vanuit het jiu-jitsu en het worstelen. En ik denk dat heel helend is voor mensen. En dat is eigenlijk wat ik, als ik kijk op de dingen die ik heb gedaan en voort wil blijven zetten, is dat ik wil gewoon mensen helpen hun krachten vinden en wie ze werkelijk van binnen zijn. Dat vind ik heel tof. En hoe ik dat doe, of ik dat met een boek doe, coaching of praat in een podcast, dat maakt me niet zoveel uit. Oké. En hoe is dat gekomen? Hoe ben jij daar ingerold en hoe ben jij gaan analyseren van wat je nou doet bij Spike? Ik heb jou ook gezien op Fox een tijd geleden. Hoe is dat ontstaan? Oh, je wordt gewoon gevraagd. Er zijn weinig. Ja, kijk, ik moet ook een beetje kunnen lullen. Ja. Ik heb van vechten, maar je moet ook nog kunnen presenteren. Dat kan niet iedereen. Dus dan kom je vrij snel in beeld. Ik kan goed lullen. En ja, het is, als je er naar kijkt, naar zo'n uitzending, denk je, nou, dat doe ik wel even. Maar totdat je weet wat er achter de schermen, waar je allemaal aan moet denken. En zoals bijvoorbeeld Sander Schrik, vind ik, dat is een fantastische commentator. Mm-hmm. Maar mensen snappen niet hoe goed het, ze kunnen het ze horen en praten. Ik zou het beter wel of niet mee eens, maar ze snappen niet wat hij werkelijk doet. Mm-hmm. En hoe moeilijk het is wat hij doet. En hetzelfde geldt als ik bijvoorbeeld met JJ aan het presenteren ben. Daar zitten zoveel, als wij presenteren voor die live shows, jullie hebben niks door, maar ondertussen gebeuren er 1000 dingen op de achtergrond. Er worden plannen herschreven, want de Engelsen doen weer dit en de Amerikanen doen dat. En wij staan gewoon met een pokerface te kletsen, ondertussen krijgen we allemaal dingen in onze oren. Mm-hmm. En dan wordt er ineens weer een partij ingestart. En het is echt wel een vak. En ik leer daarin. En dat vind ik super leuk om te doen. En ik ben gewoon gevraagd. En zo is het eigenlijk een balletje gaan rollen. Nice. Dat is echt mooi. En
Oké, okay. Je werkt nou al een tijdje bij Vechtersbazen. Ik kijk daar vrij regelmatig omdat ik mede door Vechtersbazen en vechtersportinfo.nl daar mijn informatie vandaan haal. Hoe is dat? Want je stopt in de vechtwereld, zeg maar, met professional. En dan zit je bijna dagelijks met hele grote namen. Hoe is dat? Ja, voor mij, ik ben niet zo iemand die... Ik ben nooit fan van mensen. Ik kan wel zeggen, ik ben fan van jou, maar dat bedoel ik niet op de fan manier. Wat ik al zei, voor mij is iedereen gelijk. Twee armen, twee benen. Dus ik moet niet heel erg snel onder de indruk van mensen. Maar ik kan wel genieten van mensen. Dus ik kijk altijd naar mensen. Ik kan nog wat leren van een klein meisje van 5. Want ik geloof dat iedereen ervaring heeft. Dus ik vind het heel erg leuk om met mensen te praten. En dan te gaan graven van, oké, wat denken ze nou echt? Wat voelen ze nou echt? Wat is hun zienswijze? Mm-hmm. Ja, en Dennis Korman die heeft het opgezet. Dus je had dat, denk ik, voor aflevering of 30 gemaakt, of 40, voordat Spike het overnam. En Dennis, die ken ik ook al heel erg lang. En nou, wij hebben helemaal geen afspraken van wie wat zegt, vanaf het begin af aan nog niet. Serieus? Maar, ja. Nee, niks. Het enige wat we afspreken... Echt respect daarvoor, want weinig mensen kunnen dat. Ja, nee, maar ja, Dennis is ook heel goed, hè. Die ja, dat sowieso. Maar nee, het enige wat we afspreken is dat wie welke naam aankondigt. En dan kies ik altijd de makkelijke naam, want ik vind het beste iedere naam die er is. Dus nou, dat is de enige afspraak die we hebben. Voor de rest gaat alles heel organisch. Ja, dat... Eigenlijk heel erg leuk om te doen. Vooral nu ik gestopt ben, want dan voel je ook geen competitie meer met mm-hmm. mensen. En kun je daar gewoon heel relaxed zitten. Mm-hmm. We gaan het er toch even over hebben. Het corona kwam, jammer genoeg. Het is nog steeds. En... je bent zelf een clubhouder. Hoe ga jij daarmee om in de club? Nou, ik ben geen clubhouder meer. Vond ik heb het vorig jaar overgenomen. Mijn excuus. Nee, dat maakt het niet uit. Ik ben er heel blij mee. Het is eigenlijk niet zoveel veranderd. R-Grip is nog steeds R-Grip. De trainers zijn er nog, de leden zijn er nog. Het is alleen dat ik hier geen schoonmaak meer hoef te regelen of de administratie hoef te doen. En Roemer, die geeft hier ook gewoon nog steeds les. Mm-hmm. Ja, eigenlijk zijn wij die hele stress van corona stressvrij doorgekomen. Omdat wij helemaal geen... we hoeven de pad niet meer te fixen en leden erbij te houden. Mm-hmm. Ja, ik ga vrij makkelijk door corona. Dat is fijn om te horen. Ja. Maar ik denk ook dat het met je hoofd te maken heeft. En ik heb natuurlijk geen 9-tot-5 baan. Nee. Dus ik snap heel goed van mensen die 9-tot-5 in een kantoor zitten... dat 5 of 4 dagen per week doen... En dan ineens is hun hele structuur weg en moeten ze alles vanuit huis doen. Ja, snap ik supergoed dat heel erg heftig is. Maar ik heb een heel vrij leven. Dus ik kan vrij gemakkelijk mijn dagen inplannen en doen wat ik wil. En dat is voor mij heel erg belangrijk. Mm-hmm. Ik zou bijvoorbeeld geen kantoorbaan kunnen hebben. Zou ik helemaal gek worden. Dus ik snap heel goed dat het voor heel veel mensen heel moeilijk is. En dat ze ook... We hebben heel erg verlangen naar kerst. Ik kijk naar kerst en ik denk, ja, ik vind het leukste feest van het jaar zo'n beetje. Maar ja, als ik hier over moet slaan, vind ik het prima. Ja. Maar ik snap ook heel goed dat je die lichtpuntjes nodig hebt als je nu al zo moeilijk hebt. Mm-hmm. Ja. Hoe zie jij dat? Ik ga er goed mee om. En ik hou me eigenlijk goed bezig. Ik vermaak me wel. Ik ben bezig met een prijsvraag. Die gooi ik er de 18e, stopt die voor meedoen en zo. En ik ben genomineerd. Je hebt een leuke man en je hebt een gezin, geloof ik. Hoe ga je daarmee om in de coronatijd? Want dat lijkt me toch wel iets anders. Nee, ja, het is pas 2, hè, dus ik krijg niks mee. Het is wel heel erg leuk. Ze begint eindelijk een beetje met praten. En ze is fysiek heel goed. We nemen ook niet mee naar de dojo. En dan bouwt hem allemaal een superhelden parcours. En springt ze van dingen af. En loopt ze over bokzakken. En wij hebben 5 gezinnen. We zijn heel gelukkig. Dus, corona raakt ons. Ja, ik hoop dat mijn ouders en de mensen waar ik van hou gezond blijven. Maar vooralsnog raakt corona ons niet. Mooi. Dat is echt fijn om te horen. Als ik één ding moet vragen aan jou, wat jij het leukste vond van heel jouw carrière, zowel in de vechtwereld als de tv-wereld, welke is er dan? Nou, ik denk dat waar ik eerder aan refereerde, is dat ik mijn vrijheid heb gevonden. En dat ik me echt, het hokje waar ik dacht in te zitten, daar ben ik uitgebroken. En dat is eigenlijk waar ik het meest dankbaar voor ben, dat ik mijn kracht heb mogen ontdekken. Mm-hmm. Mooi.
Marloes, mag ik jou hartelijk bedanken voor jouw tijd. En ik wens jou nog heel veel succes met wat je gaat doen vandaag. En succes met je familie. En hopelijk spreken wij nog elkaar in de toekomst. Ja, tot ziens en succes met je reeks, hè? Met je podcast. Komt goed. Komt helemaal goed. Hey, groetjes. Doei doei! Dat was zojuist een heel gaaf interview. En het leukste is van allemaal, er komt nog veel meer aan. Vergeet niet te liken, niet te delen en te abonneren. En hoppert!